Wij zijn tegen een megabordeel. Waarom? Omdat wij in een woonbuurt wonen. En we willen geen overlast. We hebben scholen in de buurt. En heel veel jonge kinderen en dergelijke. En we willen ook geen toeristen zoals op de Dallen rondlopen. Het argument dat het veiliger zou zijn voor de sekswerkers, dat klopt denk ik niet. Het is hier al superveilig, heel goed georganiseerd. Dus waarom ga je iets repareren wat niet kapot is? En de overlast die hier wordt ervaren, en die is er ook echt hoor, dat is echt wel zo. Dat komt door het overtoerisme, maar dat is niet de schuld van de sekswerkers. Nee, dat is bij dit onderwerp echt heel erg moeilijk om iedereen tevreden te stellen. Er zullen altijd protesten zijn, er zal altijd verzet zijn bij elke oplossing die we kiezen.